message you want to be sending? Well, it might be a tactless show, but if people agree to go on it and are fully informed, then it's their decision whether or not to do that. I mean, we shouldn't be regulating things based on whether or not we think it's in good taste. The individuals involved are adults, and they can give informed consent and decide that that's what they want to do. In the end, I think all three people are going to end up with organs, because... Let's find out. It's echt afschuwelijk om te zeggen. Esther Claire, het spijt me. Ja. Reactie? Hij wil graag een korte reactie. Ik voelde hem al wel een beetje aankomen, moet ik zeggen. Eerlijk gezegd. Hoe dan? Ja, leef op de rit en zo. En ja, ik denk dat de... Ja. Teleurgesteld? Ja. Afgebroken vraag. Dames en heren, toch een warm applaus voor Esther Claire. Vincent en Charlotte, dit is het uur van de waarheid. Eén van jullie beiden gaat zijn of haar leven verlengen met waarschijnlijk 23 jaar. Want een gezonde nier uit een levend lichaam gaat gemiddeld 23 jaar mee. Dat betekent 23 jaar niet meer dialyseren, 23 jaar gaan en staan waar je wil. Ervan uitgaande natuurlijk dat de nier niet afstoot. Ik ben zelf helemaal koud van de spanning, dus voor jullie moet het helemaal meer te houden zijn. Lisa, het is bijna een onmogelijke keuze. Sta jij volledig achter die keuze? Ja, ik sta er helemaal achter. Ik moet gewoon kiezen, hoe moeilijk en afschuwelijk ook. Maar ik heb mijn keuze bepaald. Ik denk dat we de mensen dan niet meer langer in de spanning moeten laten zitten. Wordt het Vincent? Of wordt het Charlotte? Ik vraag aan jou om bekend te gaan maken wie binnen nu en één maand een niertransplantatie krijgt. Wiens leven ga jij drastisch veranderen? Vincent en Charlotte, haal diep adem, want de uitslag gaat nu bekend worden gemaakt. Lisa, heel Nederland wil nu van jou weten wie krijgt de nier. Maak nu alsjeblieft je definitieve keuze bekend. De persoon aan wie ik mijn nier het allermeeste gun, is iemand die me heel erg geraakt heeft deze avond. En die persoon... Even wachten, Lisa. Wacht heel even. Want ik wil even een time-out, want ik wil eigenlijk nog een keer die vraag stellen, waarom zijn we hier en waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Wel, het is omdat het heel treurig is gesteld met de orgaandonatie in ons land. Anno 2007 staan er ruim 1400 mensen op een wachtlijst voor een orgaan, terwijl de kans dat zij die ook zullen ontvangen alleen maar kleiner is geworden. Maar daar is wat aan te doen. Door een donorformulier aan te vragen met een sms'je of natuurlijk op PNN.nl. Wij geven vanavond geen nier weg. Dat vinden wij zelfs te ver gaan. En Lisa, of moet ik zeggen Leonie, want Lisa heet eigenlijk Leonie en is een actrice en is gelukkig kerngezond. En Esther Claire, Vincent en Charlotte zitten ook al heel lang in dit complot. Alleen zij met z'n drieën, zij zijn geen acteurs. Zij zijn drie echte nierpatiënten en het verhaal wat zij verteld hebben is hun eigen verhaal en dus bittere realiteit. Oké, you get the picture. Yes. I care deeply about stem cell. Let's go back. So the as you can see from the Fox News coverage, which you know, it's not that easy to not that difficult to Fox, but the whole of the world's media was duped by this hoax. Which got coverage everywhere a few days in advance of the broadcast. The broadcast, as you saw, is in fact a whole joke. It was never actually going to give rise to a donation or of a kidney, and it was all about raising the profile of this issue in the country. The fallout from it was, again, conversations about whether this was acceptable to trick people, whether they should be brought up on regulatory charges, and that conversation happened for a couple of days. And a few weeks later, they won an Emmy
for the program. So, again, this is what I mean by being played out in the media sphere. I'm going to skip very quickly onto the final couple of slides just to give you another example of this, the shot that you just got a glimpse of with Michael J. Fox, which is a campaign shot video that was put out in 2006. As you might know, I care deeply about stem cell research. In Missouri, you can elect Claire McCaskill, who shares my hope for cures. Unfortunately, Senator Jim Talent opposes expanding stem cell research. Senator Talent even wanted to criminalize the science that gives us a chance for hope. They say all politics is local, but it's not always the case. What you do in Missouri matters to millions of Americans. Americans like me. So this clip was criticized heavily because he was moving so much. He was clearly not on his... not on his medications, but it was part of that landscape within which a conversation about stem cell debate, certainly in the US, took place and was changed dramatically. Whether these were directly influential or not in policy making is hard to tell, but what's clear is that this is where the battleground of moral conversations about these transformations takes place. And one might think about how we envisage the next era of medicine being delivered. Could we envisage an application where you can tweet your symptoms and receive back a diagnosis from someone about what you might have? Are these the sorts of technologies that are being developed? Is this the kind of service that we could envisage coming out of this this era of biological transformation? Just a quick look at one of the chapters where a lot of this stuff's discussed. The presentation's already online, so I'll get Sue to give you a link to that. And thank you very much.